beginnen met een kruimig aardappeltje? Ja, let's go. Let's go. Lekker, man. Jeroen, aan jou de eer. Moeten ze eerst ook snijden of gaan we nee, zo? Nee, we gaan niks doen. Aan jou de eer. Wacht, nee, niet erin gooien. Dat moet je echt niet doen. Oké, 1 en 2. Ja. Hier gaan we. Gaat hoor. Hier gaat hij. Oh. Wat gebeurt er? In het vet. Hij begint in wel meteen vet te bruisen hoor. Oké, hij gaat niet helemaal onder het olie. Dat is niet goed, maar hey, dat maakt toch niet uit. Dan gaan we gewoon even omroeren. Komt helemaal goed. Zo, ding erop. A few moments later. Jongen, kijk wat hij doet. Jezus. Oh, dit is niet goed. We hebben goed bril nodig. Want als er echt iets ontploft, jongen, heb je vet van 180 graden over je hoofd. Dit is niet goed hoor. Dat ding gaat opblazen. Nee, gast, dit is letterlijk hoe frituren werkt. Oh, Jeroen, doe zo. Nou. Hij is wel bruin, gast, hè? Ze zien er goed uit, man. Hij is wel bruin geworden. Het ziet er appetijtelijk uit en het ruikt ook goed. Het ruikt naar patat. Waarom heb je trouwens zonnebril? De zon schijnt niet eens. Frituurvet in ons gezicht gaan krijgen. Hij wil geen emotie laten zien. Jeroen! Nee, dat is niet hoe het werkt. Jawel. Oh, wacht, ja, doe maar wel. Oh. Gast, nee! Zo, het ruikt wel goed, man. Ik ben een operatie aan het doen met je. Ah, kijk. Je ziet al, het hart van dit ding is nog niet goed. Hier, we doen even één stukje terug. Gooi hem weer in. Ja, die gooien we in het vet weer, want het is nog niet goed. We gaan dit proeven, ja? Het is keihard. Het is echt een rauwe aardappel, oké. Okay. Nou, het is gewoon een keiharde aardappel, maar hij is wel warm. Zo, maar deze gaat nu wel. Deze gaat. Dit is oprecht niet vies. Ja, zo rauw is hij niet. Je moet er gewoon een stukje afsnijden. Hier, pak die. Kun je dat velletje ook chappen? Ja. Hij moet nog iets langer. Dit is echt lekker, man. Hij is wel echt hard, hoor. Vang.